Zometeen op de vliegbasis Volkel op een bunker van de Amerikaanse eenheid die de kernwapens daar bewaakt. Een grote communicatieschotel onklaar maken. Omdat er al 30 jaar in het geheim Amerikaanse kernwapens in Volkel liggen. En omdat Nederland bereid is om mee te doen met een oorlog tegen Irak. En ja, die oorlog wordt onder het mom dat daar massavernietigingswapens zouden liggen gevoerd. En dat is natuurlijk gewoon grote onzin. En waar ze ook liggen is onder andere in Volkel. En daar wordt al 30 jaar helemaal niks aan gedaan. En ik denk dat het tijd is dat die wapens daar weggaan en dat ontwapend wordt. Als jij nou een lange straf krijgt voor hetgeen wat je gaat doen, is dat het je allemaal wel waard? Ja, op zich wel. Want daar heb ik natuurlijk van tevoren over nagedacht. Ik denk dat... dat het heel erg goed is in Nederland als er weer een openlijke ontwapeningsactie gebeurt. Het is gewoon lang geleden dat is gebeurd. In het buitenland gebeurt het regelmatig eigenlijk. Er zijn zelfs ook mensen voor vergaande ontwapeningsactie vrijgesproken. En dat is natuurlijk eigenlijk wat we in Nederland ook willen. Omdat we natuurlijk uiteindelijk vinden dat wat wij doen gewoon meer een plicht is als anders wat. Dus, ja, als de consequentie is dat ik lang moet zitten, dan moet dat maar. Ik denk wel dat het nodig is dat zoiets gebeurt. Moet ik iets vragen? Dat is wel duidelijk. Die Amerikanen liggen gewoon te slapen dan. Ik zou het natuurlijk heel vervelend vinden als ik lang vast zou zitten en die oorlog gaat beginnen en dan wil je heel veel dingen doen. Maar ik denk dat het moeten dan maar de mensen doen die nog buiten zijn. En ik hoop dat mijn actie ook een soort motivatie en stimulans is voor mensen om gewoon acties te doen. Ik denk dat dit soort acties misschien ook wel mensen inspireren.